Het succesverhaal van mij en Dirk. Ik als personal trainer, Dirk als fanatiek sporter. Waar is dat begonnen? Vorig jaar juli trof ik Dirk in de club bij Trifora, waar hij zelf alweer een aantal weken aan het sporten was geslagen. Dat was mij al reeds opgevallen in die weken. Zei van, nou, ik denk er eerst maar gewoon een weekend over na, want als wij samen beginnen, dan gaan we ook 12 weken full pool dan kun je niet meer terug. En op maandag kwam hij terug en stelde hij heel duidelijk van Bas, ik wil starten. Even voor de beeldvorming, Dirk was destijds zo rond de 180, 190 plus kilo's. En daar moest gewoon wat aan gebeuren. Fantastisch dat hij ja zei en we zijn op een gegeven moment gestart en voor mij als trainer was het de ultieme uitdaging om hem verantwoord te gaan begeleiden naar optimaal resultaat en voornamelijk in het begin gericht op het gewicht. Als je dan vraagt van wat zijn de moeilijkste momenten geweest in het afgelopen jaar, dan zijn dat de momenten geweest waarop ik wel gemotiveerd was, maar dat ik het fysiek niet kon. Dat kan zijn gewoon omdat ik gewoon nog te zwaar was om het te doen. Of omdat ik een blessure had of dat ik ziek was en daardoor gewoon niet de progressie kon boeken die ik zou willen. Daarvoor een personal trainer van Bas erbij hebben is het beste wat me is overkomen, dat je dan niet het moment hebt dat je afhaakt. Samen hebben we in het voorbije jaar dat nu zodanig kunnen inrichten dat we tastbaar 60 kilo meer dan dat we kwijt zijn. We zijn 34,5 centimeter in de omvang kwijt. Fantastische resultaten. Maar eigenlijk vinden we dat niet eens meer het belangrijkste. Gewicht is niet belangrijk, zeggen we dan gekscherend. Wij vinden het nu veel mooier dat hij steeds sneller gaat lopen. Hij gaat steeds meer tillen. Hij krijgt steeds meer spierkracht in zijn bovenbenen, waarin hij veel meer gewicht weg kan trekken. Duwen. Van daaruit veel meer het besef van zijn lijf heeft wat hij allemaal kan. En met dat besef zoveel energie krijgt en zoveel mogelijkheden, dat ik nu eigenlijk alleen maar de handrem moet inhouden. Want hij voelt zich zo goed dat hij soms zichzelf er nu nog wel eens aan voorbij loopt. In eerste instantie dacht het zal heel veel lopen, fietsen, zwemmen en vooral lang en uitputtend zijn. Nou, dat is niks van dat alles. Kijkend naar de facetten van de training, als we het even een overschouw nemen, dan is het een hele goede mix van mijn eigen rugzak die ik in de laatste 10 jaar heb kunnen vullen. De opleidingen die ik heb gevolgd, we zijn veel met CrossFit, de CrossFit methode begonnen van een jaar terug. Ja, CrossFit kenmerkt zich ook als functioneel, gevarieerd en om een zeer hoge intensiteit te trainen en daarmee een hoog rendement te halen.
Dirk is daar het voorbeeld van. Van een juiste commitment, een goede instelling, een goede mix voor mij. En vooral zijn eigen wil om succes te halen. Vaak zijn daar wedstrijdjes in te herkennen, wat voor mij het altijd wel weer leuk maakt. Erg slecht tegen mijn verlieskant. Als ik naar beneden kijk, dan zie ik de stoel waar ik op zit. In plaats van dat ik vroeger nog niet eens mijn voeten kon zien, bij wijze van spreken. Ja, dat zijn dingen die me echt iedere dag weer nog blij maken. Om ook een idee te geven van hoe ziet dat er dan uit. Minimaal 4 keer in de week een uur hard en intensief trainen. Dat niet voor 1 week, maar week in, week uit. Maand in, maand uit. En dat maakt voor Dirk het grote succes. Het geluk dat ik van het afgelopen jaar ervaar en wat ik nu... dat wil ik gewoon nu iedere dag. En daarmee wil ik gewoon ook iedere dag wil ik sporten. En dat zit in mijn systeem en dat gaat er nu gewoon niet meer uit. Dit is voor iedereen... Dit gun je iedereen zo goed en getraind lijf, waarmee je eigenlijk de wereld aanpakt.